Goedenavond beste kijkers, welkom op mijn kanaal Coasterbeurt. Vandaag ga ik een praatvideo maken over iets wat intussen al op social media is gedeeld. Het gaat over Walibi België. Willen jullie weten over waar het gaat? Doe dan zeker een duimpje omhoog en dan zien jullie het wel na de intro. Het gaat over Walibi België, zoals ik voor de intro heb gezegd. Wat er is gebeurd, we hebben een technische storing meegemaakt. Een echte stroomuitval over heel het park. Het is echt niet normaal. Echt alles stond stil, van de paardenmolen tot de weerwolf, tot de cobra, de chaos, Peter Sound zoals jullie hem noemen. Het is echt heel raar. En ook de boomstammetjes, de ja, flashback of hoe heet dat ding. Dat water was er allemaal uit. Het was gewoon geen bewegingen te krijgen. Die stond ook de ganse dag stil. Echt, je wilt dat niet meemaken als je nog nooit in een pretpark bent geweest of je gaat gewoon eens een keer omdat je ineens genoeg geld hebt om naar een pretpark te gaan dat je maar een halve dag hebt om je te amuseren. Dat is echt, niemand wil dat natuurlijk. En de medewerkers die hebben alles gedaan om die attractie aan de praat te krijgen. Ze hebben het uiteindelijk toch gedaan en het is intussen ook gelukt. Maar de Psyche Underground is intussen wel stilgebleven. De ganse dag door. En niemand weet hoe het is gekomen. Of hoe het is kunnen gebeuren. Maar ja, ik heb intussen al informatie opgezocht over de attracties in Walibi België. Over veel attracties dus. En blijkbaar heeft Psyche Underground de meeste elektriciteit nodig van heel het park. Dus pak maar 1/5 van het hele park gaat naar Psyche Underground. De lancering die 7 seconden duurt zoveel elektriciteit, om het u zo te zeggen. Dat houdt constant tegen die lancering. Het is heel moeilijk om dan in een volle snelheid door te gaan. Dus ja, ze hebben ons al gewaarschuwd van er kan iets gebeuren van mocht zijn de lancering kapot is of zo. Dus waarschijnlijk was die lancering kapot. En ja, is heel het park het slachtoffer daarvan geworden. Ik ben nu maar aan het praten, want ik ben echt niet zeker wat is gebeurd. Maar het zou kunnen dat dat het is. Want ja, als je 1/5 van het park gebruikt qua elektriciteit, je neemt alles af. Dus dat is gewoon logisch dat alles kapot zou kunnen gaan als die niet zou werken. Dus ja, de mensen die daar ook hebben ingezeten rond 10 uur, die hebben daar vastgezeten en die moesten geëvacueerd worden, want je wilt geen 4 uur aan een stuk blijven zitten, dat heeft helemaal geen zin. Dus ze hebben die mensen eruit moeten evacueren, alles opnieuw testen, alles opnieuw controleren of alles wel goed in orde komt. En uiteindelijk hebben ze alles weer in elkaar gekregen, behalve die flashback en Psyche Underground. Dus ja, ik geef u 1 goede tip. Als je zoiets meemaakt in een pretpark, ga dan niet naar huis. Ga echt niet meteen naar huis, want het kan altijd zo snel mogelijk gerepareerd worden. En als je dan naar huis gaat, dat is gewoon zonde. Dus dat is mijn gouden tip. En bedankt voor het kijken. Doe alvast een duimpje omhoog. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!